Ja, we gaan door met het basisinkomen waarvoor steeds meer stemmen opgaan. Nu meer en meer mensen zonder werk komen te zitten en de inflatie toeneemt. Laten we eens luisteren wat het verhaal is van de vereniging Basisinkomen. Die vindt dat alle kritiek op een misverstand berust. Een reportage van Bas Reiniersen. Het is echt spectaculair wat er gebeurt op het moment dat je een hele gemeenschap een basisinkomen geeft. De discussie rond het onvoorwaardelijke basisinkomen is daarmee actueler dan ooit tevoren. Iedereen in Nederland een vast maandelijks bedrag, zonder extra voorwaardelijke toeslagen, controle en bovenal genoeg geld om aan alle basisbehoeften te kunnen voldoen. Biedt het onvoorwaardelijke basisinkomen een duurzame uitkomst voor onze toekomst? Of is en blijft het niets meer dan een utopie? Ik merk dat sinds we nu in deze fase zitten, dat Klaus Schwab en zijn vrienden zeg maar, die roepen we gaan het universeel basisinkomen invoeren. Dat is uiteraard gelinkt aan een social credit systeem. En wat mijn antwoord daarop is, is dat het basisinkomen is onvoorwaardelijk. Dus het is het tegenovergestelde van het social credit systeem. Hilde Latour is vicevoorzitter van Basic Income Earth. Naar aanleiding van verricht onderzoek en maatschappelijke experimenten is zij samen met Vereniging Basisinkomen groot voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen. De toeslagenaffaire is bijvoorbeeld een uitstekend voorbeeld hoe een basisinkomen dat had kunnen voorkomen. Dat begint al met alle inkomensafhankelijke toeslagen die kunnen verdwijnen op het moment dat je iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen geeft. Plus alle compensaties die ze nu hebben moeten geven en nog steeds niet geven, zeg maar, dat kost ook allemaal geld. De kinderen die uit huis zijn geplaatst omdat mensen geen geld hadden, al die kosten zouden allemaal voorkomen zijn. Door een onvoorwaardelijk basisinkomen. En dat staan de ellende die mensen hebben meegemaakt. Op het moment dat jij een basisinkomen invoert, gewoon in een dorp of in een wijk of in een stad of in een land, dat er spontaan door de mensen zelf dingen georganiseerd worden waardoor hun leven verbetert. In Afrika zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn een drinkwatervoorziening. In Nederland kan dat bijvoorbeeld zijn dat mensen creatiever gaan worden of wat meer voor elkaar gaan zorgen. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers in Nederland die voor elkaar zorgen. Al die mensen hebben dan de financiële ruimte om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Kijk naar alle mantelzorgers bijvoorbeeld. De resultaten zijn spectaculair. De voordelen lijken zeer rooskleurig, maar de tegenargumenten zijn er ook. Een basisinkomen is volgens sommige berekeningen te duur. Simpelweg geld bijdrukken kan leiden tot inflatie en verwachten dat het geld vanuit de samenleving blijft komen lijkt onwaarschijnlijk als mensen minder gaan werken, gezien zij een basisinkomen gaan krijgen. Die vraag is eigenlijk getackeld door een onderzoek wat gedaan is in Finland. Daar hebben ze langdurig werkelozen een basisinkomen gegeven. En opvallend was dat mensen juist meer gingen werken, ook de mensen met jonge kinderen. Alleen ze kunnen wel makkelijker een baan kiezen of werk kiezen waarbij ze hun tijd zelf kunnen indelen. Een van de tegenargumenten is dat het de inflatie zou aanwakkeren. Nou, ik denk dat iedereen die nu zijn auto vol tankt bij de benzinestation, die weet dat het inflatie er al is. En eigenlijk als je naar inflatie kijkt, inflatie is al aanwezig sinds de Fed is opgericht. Dus inflatie wordt moedwillig aangewakkerd. Dus het basisinkomen zelf veroorzaakt geen inflatie. Het kunnen ook gewoon keuzes zijn. Hè? Je kan ook gewoon zeggen van nou, we geven geen geld uit aan een coronapas, maar we geven dat geld uit aan een basisinkomen. Er is geld genoeg. Het gaat puur om de wil, de politieke wil. En als de politiek het niet gaat doen, dan kunnen we het zelf gaan doen. Hilde Latour twijfelt dus geen moment en doet een oproep aan iedereen om hetzelfde over na te denken. En op het moment dat je mensen de middelen in handen geeft om zichzelf te organiseren, en in een wereld waar we tot nog steeds geld accepteren als ruilmiddel, zal dat dan geld moeten zijn, dan gaan mensen zich juist zelf organiseren en zelf de dingen doen zonder tussenkomst van de overheid. Dus ja, ik zou mensen aanmoedigen om gewoon daadwerkelijk onderzoek te doen naar die effecten. Als je aan mensen zelf vraagt wat jij zou doen, dan zeggen ze meestal van nou, dan zou ik mijn hart gaan volgen en dat doen wat ik eigenlijk altijd al had willen doen.